الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خلينا إن شاء الله تعالى فدر من بوك البلوغ المرام فن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى laatste wat we hebben behandeld waren de ahadith van sifat salat al-Nabi صلى الله عليه وسلم en het laatste onderdeel was de salam. De salam waarmee het gebed wordt geëindigd. Vervolgens zegt de schrijver rahmatullahi alayh aan Mughira ibn Shu'bah. Hij noemt vervolgens hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه هنمت vervolgens حديث مغيرة بن شعبة ديس أوفق ليفة دور الإمام البخاري الإمام مسلم رحمهم الله جل وعلا عايزاك ده البروفيت صلى الله عليه وسلم ده هاي زي op het einde van het gebed. Kana yaqulu duburi kulli salatin maktuba. Hij zei, na ieder verplicht gebed. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Al-dhikr. Deze hadith, en de komende hadith, die gaan over al-dhikr, het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, na de gebeden. Of na het verplicht gebed. Deze hadith van Mughira ibn Shu'bah staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam na ieder verplicht gebed deze dhikr zei. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vervolgens Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'ati'a lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Dus als eerste het tahlil. La ilaha illallah. Vervolgens, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'atiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Wat betekent dat? Allahumma la mani'a lima a'tayt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij degene is die geeft en die neemt. En als Allah jalla wa ala iemand niet gegeven heeft, of hij heeft niet bepaald dat iemand wat krijgt, aan voorziening of aan wat dan ook, dan zal niemand anders dat hem kunnen geven. Want Allah Jalla wa Ala, hij is degene die geeft en hij is degene die neemt. En zo ook als Allah subhanahu wa ta'ala iemand wat heeft gegeven, hij heeft hem begunstigd, dan kan niemand anders dat van hem afnemen. Want aan Allah Jalla wa Ala behoort de heerschappij. Hij is al-Khaliq al-Mudabbir al-Raziq yarzuqu man yasha. Als hij iemand een bepaalde voorziening heeft gegeven, dan is er niemand die hem dat kan wegnemen. En omgekeerd ook, als Allah Jalla wa Ala voor iemand iets niet heeft voorgeschreven, dan zal niemand dat hem kunnen geven. Zoals staat in hadith, de bekende hadith, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hij zei, لو اجتمعت الأمة أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Als de umma, heel de umma bij elkaar zouden komen om jou iets van voordeel te zijn, of om jou te baten, zouden ze jou niet kunnen baten, behalve datgene wat Allah Jalla wa Ala heeft bepaald voor je. En als heel de umma bij elkaar zouden komen om jou te schaden, dan zouden ze jou niet kunnen schaden, behalve datgene wat Allah Tabaraka wa Ta'ala voor jou voorgeschreven heeft. Want Allah Jalla wa Ala, hij is degene die bepaalt. En hij is degene die alles organiseert. En wat hij wil, dat geschiet. En wat hij niet wil, zal niet plaatsvinden. Ook met de rizq. La mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana't. Wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Wat betekent dat? La yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Al-jadd, zoals al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala zei, hij zegt al-ghina. Al-jadd betekent rijkdommen. Dat, wat betekent la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd?
Dat betekent eigenlijk dat de rijkdommen en de bezittingen, dat deze niet zullen baten bij Allah tabaraka wa ta'ala. Bezittingen zullen niet baten. Kinderen zullen niet baten. Contacten zullen niet baten. Alleen de goede daden, die baten bij Allah tabaraka wa ta'ala. En daarvoor natuurlijk de barmhartigheid van Allah jalla wa ala. Rahmatuhu wa maghfiratuhu. En vervolgens de goede daden van een persoon. Dat is het enige wat baat bij Allah jalla wa ala. En dat iemand kan redden. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Iden, posities en rijkdommen baten niet bij Allah jalla wa ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Illa man ata Allah bi qalbin salim. In het hiernamaas op die dag, dan baat geen kind en ook geen bezit, behalve diegene die met een zuiver hart komt. En een zuiver hart is een hart dat vrij is van een shirk, vrij is van een bidda, vrij is van alle ziektes van alle ziekte van het hart. Een zuivere hart dat Allah jalla wa ala aanbeden heeft. Iden, na het verplichte gebed, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze dhikr. Dat betekent dat hij na de niet verplichte gebeden deze dhikr niet zei. Dus als bijvoorbeeld iemand salat al-nafila bidt, zegt hij niet deze dhikr. Of na salat al-tarawih, zegt hij deze dhikr ook niet. Maar het gaat hier om de verplichte gebeden. En tot de verplichte gebeden hoort ook salat al-jumu'ah. Tayyib, wanneer zegt hij deze dhikr na de verplichte gebeden? Direct of niet? Daarvoor komt ook nog een ander. Komt nog een ander. Dhikr. En om de volgorde aan te geven, zoals die yani, blijkt uit de overleveringen, zegt iemand wanneer die klaar is met het gebed, met de verplichte gebeden, zegt hij als eerste drie keer astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vervolgens Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. De imam die zegt deze dhikr ook richting al-qibla. Als hij dit heeft gezegd, dan draait hij zichzelf om naar de mensen toe. Als hij gezegd heeft, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, draait hij zichzelf richting de mensen. Vervolgens gaat hij verder. Iedereen als eerste, want hij dient te zeggen, is er istighfar. Vervolgens wat we net zeiden, Allahumma antas salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Vervolgens deze zikr. De dhikr die in deze hadith staat. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. En dan kan hij zeggen, Allahumma la mani'a lima a'tayt, zoals hier staat. Of, wat ook is overgeleverd, dat hij eerst zegt, la hawla wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyah, lahul ni'matu wa lahul fadl, wa lahul thana'u al-hasan. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. En dan kan je... dan kan hij yani, verder gaan. Iden, als eerste al-istighfar. Vervolgens al-tahlil. Al-tahlil. En daarna deze dhikr die hier in deze hadith wordt yani, opgenoemd. Daarna komen al-tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. En het komt en inshallah ta'ala zal de schrijver dat ook nog eens yani, opnoemen. De volgende hadith die de schrijver heeft opgenoemd is hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Qaal inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salat. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardhal al-umr وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري. Tot de adhkaar die de profeet sallallahu alayhi wa sallam verrichtte aan het eind van het gebed is deze dhikr die is overgeleverd door de imam al-Bukhari hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam toevlucht zocht
Dubura kulli sala. Na ieder gebed. Tayyib, dubura kulli sala. De geleerden zeggen van het dubur hier. Dubur kulli sala. Kan twee dingen betekenen. Of aan het einde van ieder gebed. Yani voor de salam. Of aan het einde van ieder gebed. Na de salam. Dus zowel voor de salam. Kan ermee bedoeld worden. Als na de salam. Tayyib. Bij de ahadith. Die we hebben, of de hadith die we net hebben opgenoemd. Kana yaqulu dubura kulli salatin maktuba. Daar is geen meningsverschil over dat het na de salam, dat het na de salam moet gebeuren. Lakin deze hadith. Kana yata'awwadu bihin. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zocht toevlucht aan het einde van het gebed. En hij zei bepaalde zaken. Wat wordt hiermee bedoeld? Aan het einde, na de salam of voor. Of voor de salam. Sommige geleerden zeggen na de salam. En sommigen zeggen voor de salam. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Hij zegt dat zulke overleveringen. Waarin bepaalde adhkar of bepaalde ad'iya voorkomen. Dat die plaats moeten vinden voor de salam. Yani na het tashahud. Na het salat al-Ibrahimiyya. Dan kan men het dua verrichten. Wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed. Is zoals hier staat. يتعوذ بهن دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل. Hij zocht toevlucht bij Allah tabaraka wa ta'ala tegen gierigheid. وأعوذ بك من الجبن. En hij zocht ook toevlucht bij Allah tegen الجبن, lafheid. Dat is het tegenovergestelde van dapperheid. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر. Hij zocht ook toevlucht bij Allah tegen yani, ouderdom. Ouderdom dat iemand zo'n leeftijd bereikt, dat hij net zoals een klein kind yani, wordt. Hij verandert zodanig dat hij lijkt alsof hij een klein kind is. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. En hij zocht toevlucht tegen de dunya, tegen de begeerte van de dunya. De fitna van de dunya. De fitna van geld, van vrouwen, van alle andere zaken. Wa'udu bika min azab al-qabr. En hij zocht toevlucht bij Allah tabaraka wa ta'ala tegen de bestraffing van het graf. Deze zaken die hier worden opgenoemd, zijn allemaal zaken die, zijn zaken of die een bestraffing inhouden, of die leiden naar een of die kunnen leiden naar een bestraffing. Als eerste, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Gierigheid kan leiden naar bestraffing van Allah Jalla wa Ala. Iemand kan zo gierig zijn dat hij bijvoorbeeld zijn verplichte zakka niet wil betalen. Hij kan zo gierig zijn dat hij de verplichte uitgaven niet wil uitgeven. Bijvoorbeeld het onderhoud van zijn kinderen, onderhoud van zijn vrouw, van zijn ouders. Gierigheid kan hem tegenhouden om de verplichte uitgaven te geven. Waardoor hij valt in een zonde. Waardoor deze zonde hem kan. Yani, waardoor hij bestraft kan worden. Doordat hij de zonde verricht heeft. Iden. Gierigheid kan leiden tot een zonde. Waardoor iemand bestraft kan worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'udu bika min al-jubn. En ook lafheid. Lafheid kan ook leiden tot een zonde. Iemand kan bang zijn bijvoorbeeld. En laf zijn en niet dapper genoeg zijn om bijvoorbeeld als het echt erop neerkomt en het is tijd voor de jihad die verplicht zou zijn voor zo'n persoon, dat hij uit lafheid niet wil meedoen. Waardoor hij zondig is. Taib. Of bijvoorbeeld uit lafheid en bangheid ziet hij munkar die hij niet kan veranderen of die hij niet wil veranderen. Uit lafheid. Of uit lafheid en uit bangheid laat hij bepaalde zondes toe in zijn eigen huis. Waarvoor hij yani, verantwoordelijk is. Iedere lafheid kan leiden tot de straf van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook toevlucht zocht tot deze slechte eigenschappen. Dit zijn twee slechte eigenschappen. Een moslim of een goede eigenschap die geprezen is dapperheid. Zo dient een moslim te zijn. Hij dient dapper te zijn. Niet hard en grof, lakin dapper. Wa'udu bika min an urad ila ardha lil umr. En ook
Als bijvoorbeeld een bepaalde persoon zo'n leeftijd bereikt dat hij dement wordt, alsof hij een klein kind is, dat is ook een zaak waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam toevlucht voorzocht bij Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'udu bika min fitnati dunya. En fitnatu dunya, ook dat kan iemand weerhouden van de akhira. Zoals Allah jalla wa ala in de Koran zegt, innama amwalukum wa auladukum fitna. Bezittingen, het dunya, rijkdommen, kinderen kunnen een fitna zijn voor een bepaalde persoon. Ze kunnen hem weerhouden van verplichtingen. Ze kunnen hem weerhouden bijvoorbeeld van yani het gebed in de moskee. Of bepaalde zaken die verplicht zijn voor hem. Of dat hij bepaalde zonden toelaat. En nalatig is in opvoeding en dergelijke. Iden, dit is fitna. Fitna to dunya. En ook natuurlijk de begeerte van het dunya. Geld. Yani is ook een fitna. Als iemand die verdient op een manier die haram is. Is dat een fitna voor hem en een beproeving voor hem. Waardoor hij bestraft kan worden. Of het uitgeven van deze geld in zaken die haram zijn. Iden, het gaat hier om de fitna van de dunya. Vooral als het gaat om een fitna die haram is. En die hem weerhoudt en tegenhoudt om Allah Jalla wa Ala te gehoorzamen. Wa'udu bika min adab al-qabr. Het is duidelijk, de profeet zoekt hier toevlucht bij Allah tegen de bestraffing van het graf. Want het graf is of een tuin van de tuinen van het paradijs, of een van de kuilen van de kuilen van de hel. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. De graf is of genieten of bestraffing, wal'iyadu billah. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam toevlucht zocht bij de bestraffing van het graf. En zoals Uthman radiyallahu anhu zei, hij zei, het graf is de eerste station van het hiernamaals. Als iemand daarvan gered wordt, zal datgene wat daarna komt alleen maar makkelijker voor hem gemaakt worden. In deze eigenschappen en deze zaken zocht de profeet sallallahu alayhi wa sallam toevlucht bij Allah Jalla wa Ala tot deze zaken. En deze dua kan men verrichten voor de salam. Na het tashahud en na het salat al-Ibrahimiyya. Voor de salam kan men deze dua verrichten. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook in de hadith over als iemand klaar is met tashahud, فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء. Dan mag hij kiezen wat hij wenst om te vragen. En tot die zaken die hij kan vragen zijn deze vier of deze zaken die hier opgenoemd zijn in deze hadith. ثم قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. Deze hadith ثوبان رضي الله عنه زوصف hebben gezegd in het begin van de les dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij klaar was met het gebed, idan sarafa min as-sala. Al-insiraf hier wordt het teslim mee bedoeld. Al-insiraf wordt hier het teslim mee bedoeld. Als hij salamu alaykum zegt, istaghfara thalathan, die hij drie keer istighfar. Hoe? Hij zegt astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Zoals een van de overleveraars dat heeft verduidelijkt. Hij zei, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. En deze ziyade is belangrijk. Want als we niet wisten hoe, dan zou iedereen een bepaalde manier van istighfar kunnen hanteren. Lakin de rawi, hij zei, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vervolgens, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali, wal ikram. Dit zegt hij als eerste. Vervolgens, zegt hij de rest van het dhikr. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. La hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadl, wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah, mukhlisina lahul din, wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'atiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jaddi minka aljadd. Vervolgens het tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Iden, als eerste begint hij met de istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
En dan istighfar is bekend. Istighfar betekent, oh Allah, vergeef mij. Je vraagt vergiffenis aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dit komt heel vaak voor na de aanbiddingen. Na salah, maar ook bijvoorbeeld na al-hajj. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Yani, na al-hajj, وَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Vaak hebben wij een dhikr na aanbiddingen. Ook na al-siyam. Na al-siyam heb je takbir. Is ook een dhikr. Na al-hajj heb je dat ook. Na de salah heb je dat ook. Na de aanbiddingen komt vaak een dhikr voor. Komt vaak een dhikr voor. Taip. En dat komt, vooral istighfar, dat komt omdat zo'n aanbidding die wij hebben verricht. En wie zegt dat zo'n aanbidding compleet is? En wie zegt dat zo'n aanbidding is verricht zoals dat hoort? Er is altijd wel tekort yani in het aanbidden van Allah Jalla wa Ala en in de manier daarvan. Vandaar dat het gepast is dat er altijd daarna al-istighfar volgt. Je vraagt Allah Jalla wa Ala vergiffenis voor de tekortkomingen, voor jouw nalatigheid en voor de gebreken. En daarnaast is het ook gelijk ook een teken van dat het gebed is voorbij. Lijkt dat betekent niet dat de rest voorbij is. Het dhikr blijft en het gedenk van Allah Jalla wa Ala, dat kan ten alle tijden. Iden, na de salam is het aanbevolen om deze dhikr uit te spreken. En wanneer een persoon deze dhikr uitspreekt, moet hij ook natuurlijk proberen om zijn gedachten erbij te houden. Heel veel mensen, wanneer ze klaar zijn met het gebed, als ze de dhikr doen, dan kijken ze naar rechts en ze kijken naar links. Yani, ze zijn bezig met andere zaken. Tegelijkertijd zijn ze dhikr aan het doen. En ze zijn er niet mee bezig. Ze zijn niet bezig met hun gedachten. Dat is fout. De beste vorm van een dhikr is het dhikr die je doet met jouw hart en met jouw tong. Samen met jouw hart en met jouw tong. En daarna alleen met het hart. En daarna alleen met de tong. Dus het dhikr alleen met de tong is een van de mindere gradaties. De beste vorm van een dhikr is het dhikr met je hart. Met je hart en met je tong. Vandaar dat het goed is en aanbevolen is en dat het zo hoort. Dat wanneer iemand het dhikr verricht, dat hij dat doet terwijl hij geconcentreerd is. Hij kijkt voor zich. Hij hoeft niet naar rechts te kijken of naar links te kijken, want dat houdt hem bezig. Hij weet niet hoeveel het dhikr hij verricht heeft en hij is er niet mee bezig. Hij is ghafil. Qalbun lahi. Taib, zijn hart is niet aanwezig. Taib, thumma zakara رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Deze hadith van Abi Huraira radiyallahu anhu, die overgeleverd is door imam Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die na het gebed, aan het einde van het gebed, degene die 33 keer het tasbih uitspreekt, subhanallah, en 33 keer alhamdulillah, en 33 keer Allahu Akbar, bij elkaar is het 99. Vervolgens rondt hij het af met 100 door te zeggen, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Bij elkaar is het 100. 33, 33, 33. Of 33 keer subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. En als laatste eenmaal, la ilaha illallah is 100. Hij zei, wie dat zegt, ghufirat khatayahu. Zijn zonde worden vergeven. Walau kanat mithla zabadil bahr. Ook al zijn deze zoveel als de schuim van de zee. Jullie kennen dat toch? De schuim van de zee. Het is heel veel.
Ook al zijn die zonden zoveel als de schuim van de zee, Allah Jalla wa Ala die vergeeft de zonde wanneer iemand deze dhikr uitspreekt na de verplichte gebeden. Dit is een van de zaken die de zonde wissen. En deze mogelijkheid heeft de persoon 5 keer per dag. 5 keer per dag heeft hij de kans om zijn zonde te wissen. Ook al zijn ze zoveel als de schuim van de zee. Subhanallah. Deze dhikr neemt geen 3 minuten in beslag. 2 of 3 minuten in beslag. Misschien nog minder. En hij kan zijn zonde vergeven. En hij kan zijn zonde, wissen. Bi'idhnillah. Ook al zijn ze zoveel als de schuim van de zee. Met het uitspreken van deze dhikr. De zonden die hier worden bedoeld, dat zijn de kleine zonden. Niet de grote zonden. En zoals de sterregel bij de geleerden geldt, alle goede daden die verricht worden, waarin staat dat de zonden vergeven worden, de zonden die daar worden bedoeld, zijn de kleine zonden. En niet de grote zonden. Ook de gebeden. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in het hadith, as-salawatul khams, de 5 verplichte gebeden. Wal-jumu'a ila al-jumu'a. En tussen al-jumu'a en al-jumu'a. Wa ramadan ila ramadan. En tussen ramadan en de volgende ramadan. Mukaffiratun lima baynahun. De zonden die worden vergeven, die daartussen worden gedaan. En tussen 2 gebeden, dhuhr en al-asr. Tussen al-asr en al-maghrib. En ga zo verder. De zonden die verricht worden tussen deze 2 gebeden, wordt door Allah tabaraka wa ta'ala vergeven als iemand deze gebeden op de juiste manier verricht. En ook tussen de vrijdag en de vrijdag. Als iemand yom al-jumu'ah aanwezig is, en de volgende jumu'ah weer aanwezig is, de zonden die hij verricht tussen deze 2 vrijdagen worden vergeven door Allah tabaraka wa ta'ala. Dit is geen vrijbriefje om te zondigen. Maar dit duidt op de barmhartigheid van Allah Jalla wa Ala. Hij vergeeft. En hij houdt van vergeven. En deze grote belangrijke daden zijn een oorzaak of een aanleiding voor vergevenis van Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin de profeet zei, majtuni batil kaba'ir. Zolang de grote zonden vermeden worden. Iden, als de vrij verplichte gebeden de grote zonde niet vergeven, dan de adhkar helemaal niet. Alleen de adhkar is minder. De adhkar is iets wat aanbevolen is. Ja, die is minder dan de verplichte gebeden. De verplichte gebeden, de 5 verplichte gebeden, dat zijn de beste daden. En als deze daden de grote zonde niet vergeven en niet wissen, dan betekent dat dat de andere daden, die minder zijn dan dat, dat ook niet doen. Even de kleine zonden worden vergeven. Wat betreft de grote zonden, die kunnen ook vergeven worden, lijken door middel van het toba. Door middel van oprecht berouw, spijt en ermee stoppen. En Allah Jalla wa Ala om vergiffenis vragen. Iden, ghufirat khataya betekent dat de kleine zonden vergeven worden en weggewist worden. Walau kanat mithla zabadil bahar, ook al zo zijn het zoveel als de schuim van de zee. Allah Jalla wa Ala vergeeft. وفي رواية أخرى أن التكبير 34 أن إن الرواية أو في صحيح مسلم حديث كعب بن عجرة استعد التكبير 34 أتزخ فن الله أكبر 34 and it's an other form. إذن الأذكار بعد الصلاة أو في التسبيح بعد الصلاة heeft verschillende vormen. It heeft 4 vormen. Eerste manier is het zeggen van subhanallah en alhamdulillah en Allahu Akbar 33 keer. Vervolgens, laatste keer, zeg je la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Bij elkaar is dat 100. Dan voor degene die dit niet kunnen bijhouden en die het niet kennen nog, je kan bijvoorbeeld het boek Hisnul Muslim, Citadel van de Muslim, staat het erin. Dan kun je dat opzoeken. En dan kun je dat leren. Voor degene die dat niet, nog niet kennen. Tweede manier. Wat ook overgeleverd is. Is deze manier. Die staat in Sahih Muslim. In plaats van 33 keer Allahu Akbar.
zeg je 34 keer Allahu Akbar. Dan is het bakar hoeveel? 100 ook. Zonder la ilaha illallah. Dus in plaats van 33, 33, 33. Zeg je 33, 33, 34. Bij Allahu Akbar, 34. En subhanallah, alhamdulillah, hou je het op 33. Bij elkaar is het ook 100. Dit is ook een manier die is overgeleverd. Een derde manier die is overgeleverd is dat je zegt subhanallah 25 keer. Alhamdulillah 25 keer. Allahu Akbar 25 keer. En la ilaha illallah 25 keer. Bij elkaar is dat 100. Taip? Bij elkaar is het 100. Dit is overgeleverd door imam al-Nasa'i rahimahullah. En sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah. Dat is de derde manier. De vierde manier is dat je zegt subhanallah 10 keer, alhamdulillah 10 keer en Allahu Akbar 10 keer. Dus bij elkaar 30 keer. Overgeleverd door imam Abi Dawood en ook sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Dat zijn vier manieren voor het tesbih na de verplichte gebeden. Dat zeg je na de verplichte gebeden. En deze woorden, subhanallah, alhamdulillah, en la ilaha illallah, en Allahu Akbar. Deze woorden, dit zijn de beste woorden. En de meest geliefde woorden bij Allah, subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, zoals staat in Sahih Muslim, ahabbul kalam ila Allah arba'. De meest geliefde woorden bij Allah zijn vier. Yani vier woorden. Welke woorden? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Deze vier woorden zijn de beste en de meest geliefde woorden bij Allah Jalla wa Ala na de Koran. Zoals ook staat in een riwaya, afdalul kalam ba'da al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Deze dikker kan je altijd zeggen, ten alle tijden zeggen. Maar na de verplichte gebeden, zeg je hem op een van deze vier manieren. Maar buiten de verplichte gebeden, kun je deze dikker altijd zeggen. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dit zijn de beste woorden. Ahabbul kalam ilallah. Na al-Quran. Tayyib, idhan, dit zijn vier soorten al-dhikr. Of vier manieren van al-tasbih ba'da al-salah al-maktouba. Alleen bij de salah al-maktouba. Wie kan ze herhalen? Ja, tfaddal Murad. 33 la ilaha illallah. Naam. Nou, dit zijn de vier manieren. En je kiest één van deze manieren. Taib, om salam wa rahmatullah. Eén van deze manieren kies je. Tfaddal. Ik dacht dat er ook, dat je ook eentje had, 33 keer subhanallah, 33 keer Allah akbar, 33 keer alhamdulillah. Kom zo op terug, inshallah. Tfaddal. Ja, ik had een soortgelijke vraag. Met 11 keer. 11 keer subhanallah, alhamdulillah, en Allahu akbar. Ik weet het niet 11 keer. Ik weet alleen 10 keer. Allahu a'lam. Tfaddal, ja, Nofel. Die van 25 keer, zeg maar. Mag je ook subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zo en dan 25 keer. Zeg, moet je echt. Naam. Nee, dan ga ik nu. Dat was ook zijn vraag. Alleen bij hem was 33 keer. Ga je dezelfde vraag dan 10 keer? Welke is het beste van allemaal? Tayyip. We gaan verder in zalen en dan hoor je het zo. Tayyip, dit zijn de vier manieren. Dan komt de volgende vraag. En hoe moet deze dikker verricht worden? Zeg je 33 keer. Eerst alhamdulillah. Of subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 keer. Vervolgens 33 keer. Of mix je het.
verzamel je het, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, verzamel je het of zeg je het allemaal apart? Dat zijn twee manieren, beide zijn toegestaan. Beide manieren zijn mogelijk. Of je zegt bijvoorbeeld 33 keer subhanallah, 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 totdat je klaar bent, volgens alhamdulillah, 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 33 keer tot je klaar bent, Allahu akbar, Allahu akbar. Of je verzamelt ze, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. En dan herhaal je dat steeds, totdat je 99 bereikt hebt. Vervolgens zeg je la ilaha illallah op het einde. Tayyib, iden, je hebt twee manieren. Of je zegt apart, of je zegt dat, yani, gezamenlijk, of je verzamelt dat, en je zegt dat, yani, in één keer. Tayyib, welke is beter? De eerste, of de tweede, of de derde, of de vierde? Men. Waarom? Yani? Staat in de hadith. Yani, de qaida hier ook, de regel, bij aanbiddingen, of uitspraken, of adhkar. Als er verschillende manieren overgeleverd zijn, zijn alle manieren toegestaan om te praktiseren. Dat is één. Wat is beter? Of wat is het beste? Het beste is om te variëren. Want als je varieert, dan breng je de sunna in praktijk. Plus dan laat je de sunna ook in leven. En daarna ben je ook meer geconcentreerd wanneer je echt een keuze maakt. Dan heb je meer istihwar. Verheemd? Iden, zoals Ibn Taymiyyah rahimahullah zegt, bij het tashahud, bij het istiftah, bij het adhkar, is het beter om te variëren. Wanneer je varieert, dan breng je de sunnah in praktijk. Dat is beter, wallahu a'lam. Ja? Nou, mithlu zabadi al-bahr, ghufirat khatayah, walau kanat mithlu zabadi al-bahr, wa fadlullahi wasi'. Fadlullahi wasi'. Tayyib. Yani, maak je niet druk om de beloning. Dit is de beloning die in deze hadith staat. En die andere adhkar hebben ook hun beloning. En het beste is wat de profeet sallallahu alaihi wasallam deed. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ze allemaal gedaan. Dus variëren, yani, is goed. Variëren is beter. Kijk, als bijvoorbeeld iemand één aanhoudt. Zoals bijvoorbeeld de bekende 33 vervolgens. La ilaha illallah op het einde. Zoals hadith Abi Huraira. Is geen enkel probleem. Tayyib. Tabi tasbih. Doe dat met je rechterhand of met je linkerhand. Of met subha. Ja, niet tasbih. Waarom lachen jullie? Sommigen doen met subha. Niet sommigen, heel veel doen met subha. Wat is het beste? Of wat is, yani, de juiste? Tabi, de juiste is dat je tasbih doet met je rechterhand. Zoals de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Kana ya'qidu at-tasbih bi yaminih. Tayyib. En hij zei tegen de vrouwen. Hij sprak de vrouwen aan. Hij zei. I'qidna bil asabi'. I'qidna bil asabi'. Hij zei. Fa innahunna mustantaqat. Mas'ulat mustantaqat. Hij zei. Doe dat met jullie vingers. Bil asabi' of bil anamil. Met de vingertoppen. Tayyib. فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ zullen ze getuigen. Deze vingers zullen getuigen يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Deze gaan mee. Zo'n subha, die gaat niet mee. Die blijft achter. Zal niet getuigen. Iden de sunna, en het juiste is dat je dat doet met je hand, met je vingers, met jouw vingers. فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ zullen ze getuigen. En ze zullen spreken, yawm al-qiyama, deze vingers. Iden, dat is de juiste. Dat je dat met je vingers doet. Tayyib, als bijvoorbeeld iemand zo'n subha gebruikt. Gaan we hem afpakken, gaan we hem moskee uitgooien? Ja? Naam? Taba'an, yani, is zo'n subha bid'a of niet? Ja? Ik wil eigenlijk net terug op die hadith van de lafheid. Ga liggen, lafheid, maar deen. Ja. Ja.
نعم. فهم؟ يعني هت على كل حال كنت أصف كايك بفوت نار وضع خليه دزخة. طيب ننظر إلى كلام العلماء خليك يعني ثمانية خليه دبا فوت خم كايك وضع خليه دزخة دزخة خليه دبا فوت بيد عائس وفنيت سوم خليه دزخة نعم سوم خليه دزخة فان سبحة هت خبرائك فان التسبيح طيب السبحة دي كراوتشس اسم إنه فاتسي ورم De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het niet gedaan. Tayyip. De profeet deed dat met zijn vingers. En hij zei tegen de vrouw, i'aqidna bil asabi'. En hij zei, innahunna mustantaqat. Tayyip. Iden, hij deed dat niet met kraaltjes. Dit is iets wat ze hebben toegevoegd. La shak is dat iets wat ze hebben toegevoegd. Dat is het zeker. Tayyip, hij zegt van, dit is een bid'a. En de mensen hebben het laten van... Yani hebben deze sunnah eigenlijk verlaten. Dat ze tasbih doen met hun vingers. Hij zegt weinig mensen. Yani, op sommige plaatsen. In sommige moskeeën. In sommige landen. Wanneer ze klaar zijn. Pakken ze allemaal tasbih. Allemaal. Één voor één. Bij sommige moskeeën. In sommige plaatsen. Sommige landen. Type, bijvoorbeeld in Turkije. Heb je Turkije? Ook hier de Turkse moskeeën. Veel hè? Ja. Ook sommige Marokkaanse moskeeën. Heel veel. Lekker minder. Bij sommige, sorry? In Pakistan doen ze gevaar. Ja, Pakistan ook en zo. Dat bij Hanaf vooral. Die massaal, ze delen ze uit. Iedereen pakt één. Zoiets is eigenlijk echt het verlaten van de sunnah. Ze verlaten het gewoon, de sunnah, helemaal. Bijna niemand doet nog tasbih met zijn vingers. Bij sommige mensen, bij sommige moskeeën in sommige landen. Tayyip, iedereen... Sheikh al-Albani, rahimahullah, hij zegt iets bid'a. Tayyip. Sommige geleerden, die zeggen van, yani, is makroh. Tayyip. Zoals bijvoorbeeld Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan ook. Sommigen zeggen is mubah, ligt eraan. Is makroh, of mubah, of khilaf al-awla. Dus ze hebben niet allemaal dezelfde uitspraak hierover. Want ze zeggen dat sommige van de salaf, يعني ان زخ زخ صمخ من الصحابة الله أعلم وفدت يعني وفدت أخت إس فور خكومة دات ز تسبيح ديدا مت بيتشس مت نوا زايدة فاندت صمخ دات ديدا مت بيتشس يعني اسمه دات زات خين تالة مت بيتشس فان دادس ان زخ فاندت تلايكت أوب يعني هالتالة فان كرالتشس دارم زاي زاي وات فور زيختخر زيخ فان اتس بيتر ام نيت تدون لكن we kunnen niet zeggen dat het gewoon echt innovatie is en dat we dat moeten bestrijden. Vandaar dat zij daar een wat makkelijker over doen. Tenzij iemand dat echt doet en dat als een symbool neemt, zoals bijvoorbeeld Soefies dat doen. Grote kralen en om hun hals. Tijp. En sommige van hun hebben echt van die kralen die ze gewoon trekken zo hard. Zo omhoog. Grote kralen. Soefies zijn daarin overdreven. Tijp, als het niet echt... Zij geven als voorwaarde dat het geen symbool moet zijn van in die aanbidding. En dat niet iemand moet gaan denken dat het beter is om een subha te gebruiken. Als iemand dat denkt, dan is het zeker bida. Lekin, ze zeggen bijvoorbeeld als iemand niet kan de tel kan bijhouden. Sommige van hun, Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymeen, hebben niet echt, zeggen niet dat het bida is, ala kulli hal. Die fatawa van hun zijn daarin yani, bekend. Lekin... Als iemand dat kan yani, verduidelijken aan andere mensen, bil hikma, en hij zegt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kana ya'qidu tasbih bi yamini, hada huwa sunnah. Yani, hij heeft al-ajr van het tasbih en al-ajr van de manier. Zoals Sheikh Suleiman Ruhayl een keer vertelde, hij zei van hij heeft twee keer ajr van het tasbih en van het dinges, van de manier. Die andere heeft misschien alleen één keer het tasbih gedaan, lakin de manier is niet zoals de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Plus daarnaast, yani, als hij komt te overlijden, deze gaan mee. Deze worden mee begraven in de graf. Zijn vingers zullen getuigen. En met die subha, die gaat niet mee. Die blijft achter. Taib, die blijft achter. Iden, het tasbih yakunu bil asabi'. Dat is de sunna. Ja, maar ja, sommige mensen, laten bestaan. Plus daarnaast, deze subha, klopt, deze subha, en die krijgt ook nog eens, zeg maar,
En innovatie op innovatie. Tegenwoordig, sommigen hebben zo'n subha, niet meer kraaltjes. En kraaltjes niet meer in. Kraaltjes neemt te veel, niet veel plek en zo. Hij heeft zo'n knopje die het bijhoudt. Gewoon tik, tik, tik. Hij knippert hem heel snel. Ja. Zo'n soort stopwatch in het klein. Hij is heel snel op 99. Sommigen hebben dat. Nou, ze gebruiken hem ook bij tawaf, heb ik gezien. Bij tawaf gebruiken ze hem ook. Tawaf één keer, check. Daarna tot die zeven. Dat is ook een soort... En het is tesbih voor tawaf. Gebruiken ze die dingetjes. Weet je die ze gebruiken soms bij het station? Om te kijken hoeveel mensen er langskomen en zo. Ja? Als je naar je vingers kijkt, ze gaan zo snel. Alsof ze... Daarom zeg ik van het tasbih en het dhikr moet met istihdar al-qalb. Daarom, الذي يذكر لا يلتفت. Niet naar rechts kijken, niet naar links kijken, niet met andere dingen bezig zijn. Doe het tasbih, yani subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, met istihdar al-qalb, zodat je ook die ajr krijgt. Ghufirat khataya, walau kanat mithla zabadil bahr. طيب ثم ذكر حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه اللي كان معاذ بن جبل تسعين فند الصحابة die behoort tot de geleerden van de Sahaba. Sterker nog, de profeet Sa'asim heeft gezegd dat Mu'ad ibn Jabal, dat hij de leider is van de geleerden Yawm al-Qiyamah. In het hiernamaals staat hij vooraan. Hij staat vooraan, yani, en de geleerden staan achter hem. Hij was een van de meest geleerden van de Sahaba. De profeet zei, A'lamu al-Nas bil halali wal haram, Mu'ad ibn Jabal. Hij had de meeste kennis van het halal en het haram, zoals de Rasul sallallahu alayhi wa sallam over hem heeft getuigd. Mu'ad ibn Jabal, de profeet Sa'asim, hield van hem. En hij zei tegen hem, zoals staat in deze hadith, in de riwaya, hij zei, ja Mu'ad, inni uhibbuk. Hij zei, ja Mu'ad, inni uhibbuk. Ja Mu'ad, ik hou van jou. Vervolgens adviseerde hij hem. Hij zei tegen hem, la tada'anna dubura kulli salatin en taqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hij zegt, laat het niet om te zeggen, na ieder verplichte gebed, of na ieder gebed om te zeggen, Allahumma a'inni ala dhikrika. Yani vergeet niet om dat te zeggen. Allahumma a'inni ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ibadatik. Hier aan het einde van het gebed, ook weer hier, precies hetzelfde. Wordt hiermee bedoeld, voor de salam of na de salam? Twee meningen zoals we net zeiden. Sommigen zeggen na de salam, sommigen zeggen voor de salam. En jullie weten, Ibn Taymiyyah, hij zegt de regel bij al-ad'iyya dat het voor de salam plaatsvindt. Al-adhkar, na de salam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wanneer? Na het tashahud. Ba'd het tashahud. Thumma ba'd het salat al-Ibrahimiyya. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam. Vervolgens mag je deze dua zeggen. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wat betekent? O Allah, help mij bij, of help mij om u te gedenken. Allahumma a'inni ala dhikrika. Help mij om u te gedenken, om u te danken. Wa shukrika. Om u op de juiste manier te aanbidden. Wa husni ibadatika. O Allah, help mij om u te gedenken, om u te danken en om u op de juiste manier te aanbidden. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Vraagt Allah Jalla wa Ala om zijn hulp. Lianna, zonder de hulp van Allah Tabaraka wa Ta'ala kan een mens geen goede daad verrichten. Vandaar dat aanbidding moet altijd gepaard gaan met het vragen van hulp van Allah. Iyaka na'bud, vervolgens, wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud, wa iyaka nasta'in. Je vraagt Allah Jalla wa Ala, als eerst zeg je, u alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. En het aanbidden van Allah Jalla wa Ala kan alleen plaatsvinden met de hulp van Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Zonder de hulp van Allah, zonder zijn leiding, zal niemand wat kunnen doen. La hawla wa la quwwata illa billah. Er is geen kracht en geen macht buiten die van Allah tabaraka wa ta'ala. Vandaar dat de profeet tegen Abdullah ibn Abbas, toen hij hem adviseerde, zei hij: Ida sa'alta fas'alillah, wa ida sta'anta fas'ta'in billah. Idhan, ibadah gaat altijd gepaard met hulp van Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika. Hulp van Allah jalla wa ala bij het gedenken van Allah tabaraka wa ta'ala. Het gedenken van Allah jalla wa ala is leven voor een persoon. Het verschil tussen een levende en een dode is het gedenken van Allah. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, het verschil tussen een levende en een dode is dhikrullah. Yani een hart dat Allah gedenkt is een levend hart. Een hart dat Allah niet gedenkt is zoals een dood hart. Ook zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, het verschil tussen een levend huis en een dode huis is zoals, of het verschil tussen een huis waar Allah wordt gedacht en een huis waar dat niet gebeurt, waar geen dhikrullah is, is zoals het verschil tussen een levende en een dode. Iden, het gedenken van Allah jalla wa ala geeft leven. Geeft leven aan een persoon, geeft leven aan een huis, yani ook van een persoon. En dat kan alleen plaatsvinden met de wil van Allah en met zijn hulp van Allah jalla wa ala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik. En het is voldoende. Yani, dhikrullah azza wa jalla heeft heel veel profijten. Heeft heel veel voordelen en heel veel beloningen. En het is voldoende dat wanneer iemand Allah gedenkt, dat Allah subhanahu wa ta'ala hem gedenkt. Wadhkuruni adhkurkum. Adhkuruni fadhkuruni adhkurkum. Washkuruni wa la takfurun. Allah jalla wa ala die zegt, gedenk mij, dan zal ik jullie gedenken. Dus wanneer iemand Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, dan gedenkt Allah jalla wa ala hem. Als hij hem gedenkt, dan zal Allah tabaraka wa ta'ala hem behoeden, hem beschermen, hem yani helpen, steunen. Tayyib. Fadhkuruni adhkurkum. En het gedenken van Allah nogmaals heeft heel veel yani, profijten en verdiensten. Wa shukrika wa husni ibadatik. Ook vraag je Allah jalla wa ala hulp om hem te danken. En het danken van Allah subhanahu wa ta'ala gebeurt op drie manieren. Gedenken of het danken van Allah met de tong, door te zeggen alhamdulillah wa shukrilillah. Gedenken van Allah met de tong. En het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala met daden. I'malu ala Dawooda shukra. Door gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een vorm van dankbaarheid. Sterker nog, dat is de juiste dankbaarheid. Als iemand Allah jalla wa ala gehoorzaamt en hem aanbidt, dan is het een vorm van dankbaarheid tegenover Allah jalla wa ala. Hij uit zijn dankbaarheid voor zijn gunsten die hij van Allah subhanahu wa ta'ala verkregen heeft. En ook dankbaarheid met het hart. Dat hij de voorzieningen erkent. En de gunsten erkent. En deze ook toeschrijft aan Allah jalla wa ala. Wa husni ibadatik. Hij vraagt hulp bij Allah subhanahu wa ta'ala om hem op de juiste manier, op de juiste manier te aanbidden. In deze dhikr is een belangrijke dhikr die de profeet sallallahu alayhi wa sallam geadviseerd heeft aan Mu'ad ibn Jabal. En dit is niet specifiek voor Mu'ad ibn Jabal. Deze is voor yani, heel de ummah. En hij zei tegen Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salah. Laat het niet om deze dhikr uit te spreken na op het einde van ieder gebed. Betekent dat het verplicht is om deze dhikr uit te spreken? La is ach nahi. Lekin deze nahi hier is niet nahi die duidt op een verplichting. Lekin dit is lil-irshad. Lil-irshad. En deze dhikr is mustahab. Is aanbevolen. Voor de teslim. Of na de teslim. Volgens een andere mening. En deze drie zaken zijn eigenlijk
de zaken waar het leven om draait. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het danken van Allah jalla wa ala. En het aanbidden van Allah jalla wa ala. Dat is eigenlijk waar Allah ons voor heeft geschapen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dit is de reden waar wij om geschapen zijn. Om hem te gedenken. En om hem te danken. En om hem te aanbidden. En de rest zijn allemaal bijzaken. Eten en drinken en trouwen en kinderen krijgen en op reis gaan en werken en dergelijke carrière maken. Dat zijn allemaal bijzaken. Dat is niet het doel van het leven. Het doel van het leven is het aanbidden van Allah Jalla wa Ala. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Het danken van Allah Jalla wa Az. Dan is het de schrijver rahimahullah ta'ala. Hij noemde daarna hadith Abi Umama radiyallahu anhu qaal. Qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد حديث أبي أمامة رضي الله عنه وعند النبي صلى الله عليه وسلم زخت من قرأ آية الكرسي في آية الكرسي ليست نا ieder gebed, na ieder verplichte gebed, lem yemna'hu min dukhulil janna illa al-maut. Enkel de dood zal hem nog weerhouden om het paradijs binnen te treden. En het enige wat hem tegenhoudt om het paradijs binnen te treden is de dood. Als hij dood zou gaan, zou hij het paradijs binnentreden. Wanneer? Als hij na ieder verplichte gebed Ayatul Kursi reciteert. Ayatul Kursi is de is het vers wat staat in Surat al-Baqarah, vers nummer 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tot het einde. Dit is Ayat al-Kursi. En het heet Ayat al-Kursi, omdat daar in dit vers al-Kursi vermeld staat. Wasi'a kursiyuhu samawati wal-ard. En al-Kursi is geen ars. Al-Kursi is iets en al-ars is iets anders. Vandaar dat dit vers dat wordt vertaald met troonvers, is eigenlijk niet correct. Want de troon is eigenlijk de ars. Al-Kursi is niet de ars. Al-Kursi, zoals Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma heeft gezegd, met een authentieke isnaad, hij zei, Al-Kursi mawdi' qadam al-Rahman. Dat Al-Kursi, dat de plek is van de voeten van Allah, Jalla wa Ala. Amma al-Arsh is serir. Dat is de troon waar Allah subhanahu wa ta'ala boven verheven is. De grootste schepsel en de hoogste schepsel. Die Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Idha man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktuba. Na ieder verplicht gebed. Al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib en al-isha. Wanneer reciteert men ayat al-kursi? Na het tahlil en na het tasbih. Na het tahlilat in het begin. Na al-istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam. Tabarakta ya dal jalali wal-ikram. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shayin qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl. Wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah, mukhlisina lahul din. Wa law kariha al-kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Wa la mu'tiya lima mana'at. ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالفولغس سبحان الله الحمد لله الله اكبر 33 keer 33 keer 33 keer لا اله الا الله op het einde daarna ayat al kursi طيب daarna reciteert men ayat al kursi الله لا اله الا هو الحي القيوم فالفولغس قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس dat is de adhkar die verricht kan worden na de salam, na de verplichte gebeden. Na de verplichte gebeden. Ayat al-Kursi, na de tasbih. Lam yamna'hu min dukhul al-janna illa al-maut. Enkel de dood weerhoudt hem om het paradijs binnen te treden. Vandaar dat Ibn Taymiyyah rahimahullah, hij zei, ik heb dit vers nooit achtergewege gelaten. Hij zei, ik heb dit nooit overgeslagen. Nadat hij dit wist,
heeft hij dit nooit overgeslagen. Na ieder verplichte gebed zei hij Ayat al-Kursi. Zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala heeft verteld in Zaad al-Ma'ad. En Ayat al-Kursi is de belangrijkste ayah in de Koran. De beste ayah in de Koran. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Sahih Muslim, hij zei tegen Ubay ibn Ka'b. Hij zei, Ya Aba al-Mundhir, dat was zijn kunya. Hij zei, Ya Aba al-Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi afdal, of a'azam. Ayu ayatin fi kitabillahi a'azam. Wat is de belangrijkste, of de grootste, of de beste ayah uit Al-Quran? Al-Quran heeft heel veel ayat, is het kadalik? En hij zei tegen hem, welke ayah is het belangrijkste? En Ubay ibn Ka'b was hafid. Ubay ibn Ka'b, hij zei, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hij wist het niet. Er zijn zoveel ayat. Welke ayah is het beste? Hij wist dat niet. Toen herhaalde de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze vraag. Hij zei, ja Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'azam. Hij zei, Allahu a'lam. Derde keer herhaalde de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze vraag. Ja Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'azam. Hij zei, Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum. Hij zei, fadaraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadri. Hij sloeg de profeet sloeg hem op zijn borst. Hij zei, liyahnika al-ilma ja Aba al-Mundhir. لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ يعني gefeliciteerd met deze kennis, ja Abu al-Mundhir. Dat was zijn kunya. Yani hij maakte een keus uit hoeveel ayat? Hoeveel ayat heeft de Koran? 6000 en? Meer dan 6000 ayat. Uit 6000 ayat heeft Abu al-Mundhir het juiste antwoord gegeven. En hij heeft de juiste ayat geraden. En hij wist het daarvoor niet. Want daarvoor zei hij twee keer, Allahu a'lam. Twee keer zei hij, Allahu a'lam. En hij zei niet van, ik ga dit opzoeken. Geef mijn tijd. Ik ga googlen. Was er niet. Taip, ik ga kijken. La, direct. Na de derde keer zei hij, Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum. Ajib. Dat duidt op de fiqh van de sahaba. Dat duidt op hun kennis van deze metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat komt omdat Ayat al-Kursi is volledig gaat volledig over het tawhid. Over de tawhid van de heerschappij, het tawhid van de uluhiyya, het tawhid van de asma wa sifat, de namen van Allah Jalla wa ala, al-hayy al-qayyum, al-aliyy al-azim, komen daarin voor, eigenschap van Allah tabaraka wa ta'ala. Hij is van begin tot eind. Gaat het over de eenheid van Allah Jalla wa Ala en de duidelijke bewijzen daarover. Vandaar dat Ubay ibn Ka'b ook het geraden heeft. Want het tawhid, hij wist dat het tawhid het belangrijkste is wat in de Koran voorkomt. En de Koran gaat over het geheel, over het algemeen gaat het over het tawhid. Lekker, dit vers bevat vele duidelijke bewijzen die duiden op de eenheid van Allah Jalla wa ala. En Ayat al-Kursi is ook een sunnah wanneer iemand gaat slapen om deze vers te reciteren. Zoals staat in hadith, wanneer iemand dit vers reciteert, wanneer hij gaat slapen, dat hij beschermd zal worden voor de duivel. Totdat hij wakker wordt. En ook bij al-Adhkar al-Sabah en al-Adhkar al-Masa is het ook aanbevolen om Ayat al-Kursi te reciteren. En 5 keer na de verplichte gebeden, na elk verplichte gebed, yani 1 keer. En de beloning, je hebt gehoord, lam yamna'hu min dukhuli al-janna illa al-maut. Zo groot is de beloning. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa an Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Rawahu al-Bukhari. Deze hadith, hadith Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, die overgeleverd is door imam al-Bukhari, is een belangrijke hadith. Is een belangrijke hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, bid zoals jullie mij hebben zien bidden. De sahaba hebben de profeet sallallahu alayhi wa sallam zien bidden en ze hebben dat overgeleverd.
Yani wij moeten bidden zoals de Rasool sallallahu alayhi wa sallam gebeden heeft. Omdat hij de verkondiger is van Allah tabaraka wa ta'ala. En hij is degene die gezonden is door Allah jalla wa ala. En hij is onze voorbeeld. In het gebed, of voor het gebed, en ook voor alle andere aanbiddingen. En over het gebed zei de profeet, bid zoals jullie mij hebben zien bidden. Yani bid niet zoals jullie dat zelf willen. Of zoals jullie vaders hebben zien bidden. Of zoals je de mensen ziet bidden. Of zoals je een ander ziet bidden. La, bid zoals jullie mij hebben zien bidden. En dat kan alleen maar als iemand het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bestudeert. En leest. Taib, dan kan iemand het gebed verrichten zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. Of hij kan in ieder geval in de buurt komen van dat gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat gebed, daar gaan de beloningen over. De beloningen die genoemd worden in ahadith, dat geldt over de gebeden die zijn zoals die van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Volgens de sunnah van de rasool sallallahu alayhi wa sallam. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in hadith. Men tatahara kama umir. Wa salla kama umir. غفر له ما تقدم من عمل من تطهر كما أمر نت كما شاء كما رأى الناس لا من تطهر degene die de rituele wassing verricht zoals hij opgedragen is en het gebed verricht zoals hij opgedragen is غفر له ما تقدم من عمل zijn zonden worden vergeven die hij daarvoor heeft verricht. Iden al-maghfira en al-rahma. Hij kan zijn zonde vergeven laten worden. Zijn zonde kunnen vergeven worden. Als hij het gebed verricht. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. Je ziet bijvoorbeeld heel veel mensen. Ze zijn 50 jaar. 40 jaar verricht ze het gebed. 40 sana. Wa huwa yusalli. 50 sana. Wa huwa yusalli. Lakin dit gebed is niet het gebed dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebeden. Hij bidt zoals hij wenst. Hij heft zijn handen op als hij dat wil. Of als het hem uitkomt. Of zoals hij geleerd heeft, ala kulli hal. Niet zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat gedaan heeft. Zo ook bij het sujud. Zo ook bij het tashahud. Heel veel mensen, ze bidden 40, 50 jaar. Lekker als je hun gebed gaat controleren, als je ziet hoe ze bidden, dan zie je van dat ze niet bidden zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft yani, opgedragen. Iden hadith Malik ibn al-Huwairith. Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Dit is een belangrijke hadith die ook de uitspraak van Allah verduidelijkt. Wa aqimu salah. Hoe moet dat gebed verricht worden? Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebeden heeft. En die handelingen die verplicht zijn, daar is een persoon verplicht in. Verplicht om daarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. En in de aanbevolen handelingen is het aanbevolen om hem daarin ook te volgen. Ala kulli hal, as-salah, deze belangrijke aanbidding, daar moeten wij yani, tijd aan besteden om deze te bestuderen, te onderwijzen, om dit vervolgens in praktijk te brengen. Want het gebed is het belangrijkste, aanbidding, yani, na het tawhid, na de getuigen verklaring, is het gebed het belangrijkste waar iemand, wat iemand yani, verricht. Ik denk vandaar dat het ook belangrijk is dat je weet hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, gebeden heeft. Want anders gaat iemand de fout in. Of hij gaat de fout in dat zijn gebed minder beloond wordt. Of het gebed kan zelfs misschien ongeldig worden. Als hij bijvoorbeeld iets laat wat verplicht is, wat rokken is, dan kan het zelfs ongeldig worden. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, hij zag een persoon bidden, een persoon van de tabi'in bidden.
En hij zag hem bidden. En hij had opmerkingen. Hij riep hem naar hem toe. Hij zei, hoe lang bid jij al dit gebed? Hij zei, 40 jaar. Hij zei, wat heb jij 40 jaar niet gebeden? Hij was waarschijnlijk, verliet hij bepaalde zaken die verplicht waren. Hij zei, dan heb jij 40 jaar niet gebeden. En je staat soms versteld hoe mensen, hoeveel tijd ze geven aan bepaalde zaken die niet belangrijk zijn. Hoeveel tijd ze besteden aan, aan zaken die niet nuttig zijn zelfs. Type. Ze lezen kranten en boeken, tijdschriften en zoveel artikelen. Lekker iets lezen over het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens in praktijk brengen, daar zijn ze nalatig in. Heel veel soorten wetenschappen en andere zaken houden zich mee bezig. Lekker hun gebed, wat het belangrijkste is in hun leven, zijn ze nalatig. Dat is natuurlijk jammer. En een groot probleem. In deze hadith is een fundament en een regel als het gaat om het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In het gebed, maar ook in alle andere aanbiddingen. En een goede daad is pas geaccepteerd bij Allah jalla wa ala. Er is pas sprake van een goede daad, amal salih, als die voldoet aan twee voorwaarden. Al-ikhlas, zuivere intentie voor Allah. Vervolgens, dat hij overeenkomt met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Thumma dhakara hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, salli qa'iman, fa'in lam tastati' faqa'idan, fa'in lam tastati' fa'ala jamb, rawahu al-Bukhari. En neemt vervolgens hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zegt, salli qa'iman, bid staand. Wanneer je niet in staat bent om staand te bidden, bid dan zittend, faqa'idan. Wanneer je ook niet in staat bent om zittend te bidden, bid dan op je zij. Yani het gebed moet altijd verricht worden. Er is geen excuus om het gebed te verlaten. Zolang iemand bij verstand is, de geleerden zeggen, zolang iemand bij verstand is, is hij verplicht om het gebed te verrichten. Het vervalt niet voor hem, behalve als hij zijn verstand verliest. Dan vervalt het gebed voor hem. Lekker zolang hij bij verstand is, of zij bij verstand is, moet het gebed verricht worden. En dat duidt weer op het belang van het gebed. Deze aanbidding is een van de weinige aanbiddingen die niet vervalt. Behalve als iemand niet bij verstand is. Bij zaka, bij siyam, bij al hajj. Heel veel aanbiedingen vervallen in bepaalde situaties. Als bijvoorbeeld iemand ziek is, hoeft hij niet te vasten. Als iemand geen geld heeft, heeft hij geen zaka te verrichten. Als hij niet in staat is om al hajj te verrichten, vervalt voor hem al hajj totdat hij in staat is. Lakin salah, la. Bij salah is het anders. Het gebed vervalt niet. Er is geen enkel excuus, behalve als iemand niet bij verstand is. Vandaar dat een zieke bidt, zoals ook een gezonde persoon moet bidden. Is hij op reis, bidt hij ook. Is hij op zee, bidt hij ook. Is hij op land, bidt hij. Is hij in de lucht, bidt hij ook. Het gebed vervalt niet. Nooit. Alleen het gebed kan veranderen. Naam. De manier van een reiziger is niet zoals de manier van iemand die niet op reis is. De manier van iemand die ziek is, is niet zoals de manier van iemand die gezond is. Iemand die ziek is en hij kan niet staan, dan mag hij zitten. Kan hij niet zitten, dan mag hij liggend het gebed verrichten. Het vervalt niet. Ten alle tijde dient hij het gebed te verrichten. Naar gelang zijn vermogen. Fattakullaha mastata'tum. Vrees Allah naar gelang je vermogen. Je dient staan te bidden. Ben je niet in staat? Beetje zittend. Salli qa'iman, fa'in lam tastati' faqa'idan. Je kan op een stoel zitten als je niet kan staan. Of zitten op de grond. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dat deed. Zoals Aisha radiyallahu anha overlevert. Dat hij zat in kleermakers zit. In kleermakers zit. Wanneer hij in plaats van de qiyam, bleef hij in kleermakers zit. Ook in plaats van bij rukoo.
bleef hij ook in kleermaken zitten. Daarna veranderde hij zijn positie. Iedereen het gebed yani, vervalt niet. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمْبْ. En als iemand niet kan zitten, dan liggend, in welke positie hij ook zichzelf bevindt. Als iemand niet kan bewegen, dan bidt hij op die manier. Bidt hij op een manier, ook al beweegt hij niet. Ook al beweegt hij alleen maar met zijn ogen. Het gebed blijft een verplichting. En hij blijft verantwoordelijk. En hij moet het gebed verrichten. En yani, als bijvoorbeeld iemand in zo'n situatie het gebed moet verrichten, dan helemaal als hij gewoon gezond is. Nu sommige mensen, wanneer ze aan het werk zijn, of op school of ergens anders, is dat voor hem een reden dat hij niet bidt. Net of het gebed voor hem vervallen is. En hij is aan het werk. Tayyip. Al ben je gevangen genomen en je bent gegijzeld en je zit gekruisigd, dan nog moet je het gebed verrichten. Al kan je niet bewegen, dan nog moet je het gebed verrichten. Oorlog, tijdens oorlog al jihad, wanneer er gevochten wordt, vervalt het gebed niet. Al is het lopend, zoals in de Koran staat. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Zelfs lopend, als bijvoorbeeld geen tijd is om te staan en in de rij te blijven, dan maar lopend. Het vervalt niet. Rijalen, lopend. Rukbanen, yani, rijdend. Het gebed vervalt niet. Er is geen excuus. En als iemand aan het werk is, is er helemaal geen excuus. In de pauzes dient hij te bidden. Zolang natuurlijk het gebed binnen de tijdstippen verricht wordt. Tayyip. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمْبْ. En deze hadith is ook een bewijs voor de bekende stelregel in de islam. Dat iemand belast wordt naar zijn vermogen. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Iemand wordt belast naar zijn vermogen. Als hij niet kan staan bidden, bidt hij zittend. طيب. En als hij zittend bidt, doet hij een ruku' zittend. Doet hij een sujud zittend. De sujud moet lager dan de ruku'. Want zo is die ook in werkelijkheid. Is die lager dan de ruku'. طيب. De laatste hadith van deze bab, van deze hoofdstuk bab, sifat salah, is hadith Jabir radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا حديث جابر خات أوفر dat de profeet صلى الله عليه وسلم op bezoek was bij een zieke persoon en hij bad op een kussen. Yani hij deed sujud op die kussen. Hij kon niet genoeg buigen, waardoor hij sujud deed op die kussen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam haalde deze kussen weg, hij gooide hem weg. En hij zei, salli ala al-ard. Bid op de grond, in istataat. Yani als je in staat bent om sujud te verrichten, doe sujud op de grond. Taip. Ben je niet in staat om dat te doen, dan hoef je geen kussen te doen waar je sujud op doet. Of iets anders waar je sujud op doet. Lakin, buig. Fa'omi ima'a. Buig is voldoende. Als bijvoorbeeld iemand niet in staat is om een sujud te doen, en hij zit bijvoorbeeld, dan buigt hij een stukje voor rukoor, en dan buigt hij meer voor een sujud. Waj'al sujudaka akhfada min rukoo'ik. Zo dient een persoon te doen, in plaats van dat hij een sujud doet, dan bijvoorbeeld op een kussen of op een stoel. Sommige mensen doen bijvoorbeeld een stoel voor hun, en doen ze sujud op de stoel, dan lijkt alsof, dan denkt hij dat dat beter is dan alleen buigen. Omdat hij dan eigenlijk sujud ergens op doet. Lekin, dat hoeft niet. Lekin deze hadith, wat staat er bij het tegrij? In ieder geval, deze hadith duidt erop dat wanneer je niet staand bidt, lekin zittend bidt, dat je de sujud en de rukoo' ook zo verricht, maar de sujud moet lager zijn dan de rukoo'. En ook is er een andere profijt in deze hadith, en dat is dat het aanbevolen is, of dat het yani, goed is om de zieke te bezoeken. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei tegen een zieke persoon, yani, die bad. Dat betekent dat hij niet met hem, niet met hem was, maar hij bezocht hem. En hij adviseerde hem.
Dat is ook yani, een profijt uit deze hadith, het opzoeken van een zieke. En het opzoeken van een zieke is een recht van een moslim. Haqqul muslimi al muslimi khams. De rechten van de moslim op zijn moslimbroeder zijn 5. En tot die rechten is het opzoeken van een zieke als hij ziek is. Zo staat in Bukhari, yani een moslim. Ida marida fa'udhu. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ma min muslimin. Ma min muslimin ya'udu musliman. Yani ida marid. Ma min muslimin ya'udu musliman. Ghudwatan. Illa salla alayhi 70,000 malak. Hatta yumsi. Wa ida aadahu ashiyatan salla alayhi 70,000 malak. Hatta yusbih. Yani als een moslim zijn broeder opzoekt. Die ziek is. Zieke bezoek. Als hij hem opzoekt, dan, als hij hem opzoekt, yani overdag, dan zijn er 70,000 malaïken die voor hem het dua verrichten tot de avond. En wanneer hij hem in de avond opzoekt, dan zijn er 70,000 malaïken die voor hem het dua verrichten tot aan de ochtend. Grote, yani, geweldige beloning van Allah Jalla wa Ala. Dus als iemand een zieke gaat bezoeken, dient hij ook deze intentie te hebben. En hij dient ook zeg maar, deze ajr voor zich te halen. Istihraar deze ajr. En natuurlijk is daar ook nog, zijn er ook nog andere zaken die verricht kunnen worden. Als het dua voor de zieken. La ba'sa te horen insha'Allah. Of Allahumma rabban nas adhib anhu al-ba's. Washfihi innaka anta shafi. La shifa'an illa shifa'uk. Of Allahumma as'Allah al-azim rabbil ashr al-azim. Yashfik 7 maal. Of een andere dua die men kan verrichten voor een zieke. En dit is ook weer een profijt die we uit deze hadith kunnen halen. En het bezoeken van de zieke, nogmaals, is een van de rechten van de moslim op de moslim.